Rechtvaardiging door geloof alleen. Hoewel dit centraal staat in de leer van de Bijbel, staat het vandaag niet meer centraal in de kerken. De leer is minder belangrijk geworden in de kerken. De praktijk, het praktisch Christen zijn, is veel belangrijker. Hierin zijn de protestantse kerken weer rooms geworden, die altijd meer nadruk op levensheiliging heeft gelegd op wat een mens moet doen. Als je googelt, dan vind je allerlei dingen die je voor je zaligheid moet doen. Je moet het offer van Jezus in je leven accepteren. Je moet een relatie met Jezus aangaan. Dit leeft in de kerken om christen te worden. De rechtvaardiging is niet meer gratis. Het komt je niet aanvliegen, schreef één website van een kerkelijke instantie. Wat is rechtvaardiging door geloof alleen? En is het Bijbels? Geloof zelf rechtvaardigt je niet. Als dat het geval was, dan zou geloof een goed werk zijn dat ons de zaligheid brengt. De duivelen geloven ook en zij sidderen, zegt de Bijbel in de brief van Jacobus. Geloof rechtvaardigt ons als een instrument. Het is ook het geloof van Jezus Christus, waardoor de Heilige Geest in ons werkt. Dit reddend geloof komt niet uit onszelf. Het is vreemd aan de mens. Het komt van buitenaf, van buiten ons. Het komt van God. Zodra er enig werk vermengd wordt met dit geloof, is het niet meer het zaligmakend geloof. Want dan krijgt God niet al de eer. Geloof is volgens Calvijn levend, actief, vitaal. Alleen het ermee eens zijn dat bepaalde dingen in de geschiedenis van het evangelie zijn gebeurd, mag niet worden verward met echt geloof. Waar geloof Christus ziet, daar straalt het op ons af. Degenen die hun vertrouwen op God stellen, zien God en Jezus Christus voor wie ze werkelijk zijn. Hun ogen worden geopend voor de schoonheid en lieflijkheid van Jezus Christus. De grote Bijbelse waarheid van rechtvaardiging door geloof alleen heeft geen zin, tenzij deze wordt gezien tegen de achtergrond van de vrees voor God. De Bijbel zegt dat de vrezen des Heeren het begin is van de wijsheid. Spreuken 9 vers 10. Dat het fundament is van de vroomheid. Job 1 vers 8. De kern van gehoorzaamheid. Prediker 12 vers 13. En Genesis 22 vers 11 en 12. De basis van etnische integriteit. Genesis 20 vers 11. Spreuken 8 vers 13 en 16 vers 6. En het fundament van heiligheid, 2 Korinthe 7 vers 1. De Heilige Geest wordt de geest van de kennis en van de vrezen des Heeren genoemd, Jesaja 11 vers 2. God vrezen betekent hem beantwoorden met eerbiedig ontzag, nederig respect en diepe aanbidding. Deze houding ten opzichte van God komt voort uit een levendig begrip van de majesteit van God die voortdurend brandt van heiligheid, waarheid en goedheid en van de toorn van hem wiens rechtvaardigheid vurige verontwaardiging tegen de zonde is. Telkens wanneer mensen deze vrezen des Heeren door een confrontatie met Gods gerechtigheid en zijn aanspraken op hun leven, worden ze ertoe gebracht uit te roepen: hoe kan ik rechtvaardig zijn tegenover God?
Ze nemen het niet als vanzelfsprekend aan dat God vergeeft. Maar ze zijn zo onder de indruk van de gerechtigheid van God, dat hun eigen geweten vraagt, hoe kan God mij terecht vergeven? Ze voelen zich als Spurgeon die uitroept, ik voelde dat ik niet vergeven kon worden, tenzij ik terecht vergeven kon worden. Dat is het grote probleem dat Paulus voor ons oplost in zijn boodschap aan de Romeinen. Hoe God zijn rechtvaardigheid demonstreert in de vergeving van zonden. Romeinen 3 vers 25 en 26. Als we naar de huidige religieuze scène kijken, is er weinig bewijs dat mensen zulke theocentrische, op God gerichte vragen stellen. In plaats daarvan stellen ze de antropocentrische, de mensgerichte vragen. Hoe kan God mij gelukkig maken? Hoe kan Christus mijn leven soepel en vreugdevol laten verlopen? Hoe kan ik mijn problemen oplossen en voldoening in het leven vinden? Nog nooit is zoveel religieuze activiteit zo ongeïnteresseerd geweest in de kwestie van rechtvaardiging bij God. Waarom? Omdat er zo weinig vrezen des Heren is. Mensen kunnen met hun armen zwaaien of op en neer springen in de geest. Maar als de religieuze belangstelling niet gekenmerkt wordt door een grote vreze des Heren, is het niet het werk van de Heilige Geest. Want hij is de geest van de vreze des Heren. Nogmaals, waarom is er zo'n ontstellende desinteresse in rechtvaardiging door het geloof? Omdat mensen het als vanzelfsprekend beschouwen dat God genadig en vergevingsgezind is. Sterker nog, ze hebben het gevoel dat ze op zulke voet met God staan, dat ze tegen hem praten alsof hij, om Luther's klacht tegen de enthousiastelingen te gebruiken, een schoenmakersleerling is. Hoe kan rechtvaardiging een punt van zorg zijn als er geen uitgesproken vrees voor God is? Overweeg hoe deze op de mens gerichte vragen overduidelijk dwaas zijn in het licht van de hachelijke situatie van de mens. Hier is een ellendig zondaar, aan handen en voeten gebonden, naar de hel gestuurd voor zijn grote misdaden tegen zijn maker, terwijl hij op de drempel van de eeuwige verdoemenis staat. Durft hij te vragen, hoe kan God mij gelukkig maken? Uit zo'n vraag blijkt dat hij geen begrip heeft van zijn vreselijke situatie. Als de geest hem enige echte verlichting van zijn situatie geeft, zal hij uitroepen, hoe kan ik in het reine komen met God? Hoe kan ik gerechtvaardig voor God verschijnen? De kerkelijke wereld is steeds meer het woord van mensen geworden in plaats van het woord van God. Vertrouw daar niet op. Vervloekt is namelijk een ieder die op een mens vertrouwt. Zoek ook Gods woord weer. Want Gods woord is er maar één die tussen jou en de betekenis staat. En dat is God. En God zal zijn waarheid nimmer krenken. Is deze leer van de rechtvaardiging bijbels? Lees maar Efeze 2. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uitwerken, opdat niemand roemen.